De Technische Universiteit ligt op koers. Dat werd duidelijk op de nieuwjaarsborrel. Tot 2020 wordt er 700 miljoen euro uitgetrokken om van de universiteit een internationale topuniversiteit te maken. En het resultaat wordt beentje bij beentje zichtbaar. Zo werd vanmiddag het hoogste punt van het eerste nieuwbouwproject gevierd. We zijn bezig met nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en voor de komende jaren hebben we de financiering rond. Waar we wat verder doorgaan naar 2020, daar hebben we nog wel een aantal dingen te doen, maar daar hebben we ook tijd voor. Maar het zit hem niet alleen in de stenen. Ook de krachten van de beste onderzoekers worden steeds meer gebundeld. En in september komt er een bachelor college om zo meer studenten naar Eindhoven te trekken. Met dat college kunnen studenten zelf hun studie samenstellen. Daar gaan we onze aandacht aan besteden dat dat fatsoenlijk gebeurt. Dat de TU gewoon goed en degelijk onderwijs krijgt. En dat degenen die nu op de universiteit zitten, mochten ze vakken niet halen, ook een fatsoenlijke overgang krijgen naar het nieuwe systeem. Dus dat is zaak dat dat nu ingevoerd gaat worden. Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat nou we de redesign bachelor, dus het hele omvormen van de universiteit naar nieuwe onderwijsvormen, dat we dan wel de kwaliteit van onderwijs blijven handhaven. Want er gaat heel veel veranderen bij ons. En wij als studenten hebben allemaal vaak zoiets van, wat gaat er veranderen? En ik hoop dat de universiteit echt moeite doet om het onderwijs zoals we het nu hebben, wat wel goed is, ook te houden en uit te stralen naar de rest van de wereld. Maar hoewel de universiteit op de goede weg is, zijn er nog wel zorgen voor het komend jaar. De zorg die we hebben is van ja, kunnen we gegeven het Nederlands regeerakkoord en toch een verminderd hoeveelheid geld, kunnen we dat allemaal doorzetten? Daarin moeten we keuzes maken en dat zullen we heel wel overwogen moeten doen. Dit jaar moet de Technische Universiteit in elk geval ruim 13 miljoen euro bezuinigen. Dat bedrag staat al in de boeken, maar het moet nog wel worden uitgevoerd.